zich voor te bereiden op het Olympisch test-event viel Finzeiler Pieter-Jan Postma maar liefst 9 kilo af. Het is nu winter in Rio de Janeiro en dat betekent over het algemeen weinig wind. Licht zijn kan dan handig zijn. Ik denk eigenlijk het grootste ding wat we hebben gezien is dat we hadden verwacht dat het echt super licht weer zou zijn. Bijna geen wind. Maar dat we toch zien dat het allrounder is. Meer wind dan we hadden gedacht. Dus windkracht 3, 4 soms. Ja. Het plan was om inderdaad licht te zijn. Ik was 104 kilo, nu ben ik 95, 96 kilo. Vanaf oktober. En het zal blijken of dat inderdaad overbodig was geweest. Of als het toch de richting is die goed is. Pieter-Jan Postma richt zich weer volledig op de Olympische Spelen van 2016. Nadat hij afgelopen januari even een uitstapje maakte en hoopte geselecteerd te worden voor de 12e Volvo Ocean Race. Maar hij viel buiten de boot. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan en dat was best balen. En toen dacht ik, dan weer in de Fin, dat zal wel heel lastig zijn. En dat was even moeilijk, ik denk een week of twee, om die knop weer om te zetten. Maar dat was zwaar. Maar ik merk nu dat de knop volledig om is en de afgelopen 6 weken echt vol gas ben geweest. Nu bereidt Pieter-Jan Postma zich intensief voor op het test-event dat begin augustus wordt georganiseerd in deze baai, waar over precies 2 jaar de Olympische Spelen worden gehouden. In 2012 in Londen was hij nog vierde, nu gaat Pieter-Jan Postma voor meer. Je wil elke dag jezelf uitdagen, elke dag een stapje beter. Challenge yourself, staat boven mijn bed, dus stap voor stap klimmen.